Stukli Laser AX. Nou, ik heb net even gekeken. Die ski is 78 mm onder de voet. Zo voelt hij niet aan. Hij voelt namelijk veel smaller aan. En dat vind ik in dit geval positief. Want dat betekent eigenlijk dat hij heel direct onder mijn voeten reageert. Alsof een sport/wedstrijdski onder mijn voeten zit. Zo smal is die. Tenminste, voelt hij aan. Maar die 78 is toch wel heel comfortabel. Nou, buiten dat grote comfortgehalte heeft hij ook een heel sportief gehalte. Op het moment dat ik die ski op zijn kant zet, dan voel ik dat hij staat. Hij geeft een voorspelbare versnelling. En ik voel eigenlijk dat de balans in deze ski, die klopt helemaal. Ik sta altijd in het midden. Op het moment dat die ski versnelt, is het geen enkel probleem het midden van die ski te houden. Ik kan hem vanaf de punt carven. En je hebt zelfs het gevoel een beetje, alsof die tuning, alsof die kanten, alsof die misschien wel een beetje te agressief zijn. Alsof er een klein braampje op zit. Nou, dat is niet zo. Want ik kan hem daarna toch heel makkelijk in een slip en in een drift brengen. En dat doet hij eigenlijk ook allemaal. Dus ik zeg, dit is een heel hoog niveau alleskunner. Die ik daadwerkelijk echt wel piste gericht vind. Wie zou erop moeten skiën? Nou, iemand die veel performance wil. Stabiliteit op tempo. Grip op ijs. Maar er ook niet vies van is om met het gezin met een langzame snelheid gewoon erachteraan te tuffen en te toeren. Want dat zal die ook doen. Dus al met al een hele breed inzetbare ski, deze Stukli Laser AX. Echt een fijne ski.